Na de E5-overwinning eerder die dag op RKC was Frank de Boer, net als deze Duiven, ruimschoots op tijd in Doetinchem aangekomen voor het tweede oefenduel tegen de Graafschap. Hij was zelfs in staat om een stuk van de voorwedstrijd te zien van de G-voetballers in de shirts van Ajax en de Graafschap. En die maakte er een waar spektakel van. Veel doelpunten, onder andere deze van David Zeeën. Het was zijn derde treffer. En kijk, wat een vreugde, wat een ontlading. En na zoveel energie en passie, op een zomerse zaterdagavond, was verkoeling natuurlijk welkom. Voor Sam Hendricks was het een terugkeer op het oude nest. En hij werd door zijn oude club nog even in het zonnetje gezet. Ajax trad aan in een opstelling met veel bekende namen zoals Fischer, Siktesson en Mooijsander en met Van Rijn en Blind. Voor hun was het eerste optreden sinds terugkeer van vakantie. Het begin was voor de Graafschap met Jansen. Schot daar en een goede redding van Jasper Sillissen. En in de nastoot gaat dit schot naast. Eerste kans dus voor de superboeren. En een lange doeltrap van Jasper Sillissen komt terecht bij Leslie de Sa. Valt maar, staat weer op. Dan de voorzet. Doorkomt door Siktesson en Fischer met de eerste kans voor Ajax. Dan een uitbraak van Ajax. Fischer op Siktesson. Opnieuw Fischer. Dan een loppoging, maar die draait net voorlangs. Ruststand 0-0. Frank de Boer stoomde een aantal jongens klaar voor een invalbeurt. Deli Blind en Ricardo van Rijn kwamen na de rust niet meer terug. Zij werden vervangen door Koppers en Sven Nieuwpoort. En van hem komt deze mooie paas op Leslie de Sa. De voorzet en het doelpunt van Kolbaar en Siktesson. Uitstekend voor zijn man langskomen. Goede voorzet. Een echt spits doelpunt. Een treffer uit het boekje. 0-1 voor Ajax. Zagen ook de meegereisde fans. En de ploeg van Frank de Boer ging door. Zette goed druk. Opnieuw paas van Nieuwpoort op Tulani Serrero. Mooie beweging. Gaat daar neer. Maar geen strafschop voor de Zuid-Afrikaan. Zag ook Pieter Huistra, voormalig trainer van Jong Ajax. Dan weer een hele mooie aanval. De Sa weggestuurd. Gaat hij weer voorgeven op Siktesson. Maar de Sa gaat voor eigen geluk. En wacht te lang. Wegkans. Na een kwartier in de tweede helft maakten veel spelers zich op voor een invalbeurt. Onder wie Sporksleden, Kuipers, Moses Daddy, Heuner en Gravenberg. Voor zover is nog deze kans voor Ajax. Nieuwpoort op de Jong. Dan Fischer. Hele moeilijke hoek. Fischer, maar die scoort toch. De 0-2. Uitstekend gedaan. De aanvaller pikt toch weer een doelpuntje mee. Goede voorbereiding. Nieuwpoort, de Jong. En Fischer uit een hele moeilijke hoek. Een mooi moment voor Frank de Boer om te wisselen. De routiniers verlaat het veld en zij maken plaats voor onder meer Bas Kuipers, Joeri de Kamps en zoals eerder gezegd Simon Moses Daddy. Even later de corner van de Kamps en dan is het Moses Daddy die de bal erin prikt. Een mooie binnenkomer voor de 17-jarige Nigeriaan. Natuurlijk blij met deze treffer. Net als zijn collega's Hendricks, Lobotka, noem ze allemaal maar op. Mooi voor hen om te ruiken aan het grote werk. 0-3 dus. En weer Moses Daddy wordt daar weggestuurd. Tijd om een voorzet te geven. Ziet daar Sam Hendricks. Sam Hendricks voor de 0-4. Maar die bal raakt hij niet goed. Was een mooie gelegenheid geweest om zijn terugkeer op het oude nest te bekronen met een doelpunt. Opnieuw een aanval van Ajax. Goede voorzet op Hendricks, maar komt net te laat. Het zat niet mee gisteravond.
had natuurlijk graag willen scoren voor de ogen van familie en vrienden. Dan een vrije trap voor Ajax. Fabian Sportsleden, maar een goede redding van doelman Van der Kracht. Deze inzet van Fabian Sportsleden. Dan in de slotfase de Graafschap op jacht naar de eretreffer van Ewijk. Kopbal, maar die gaat over. Het blijft 0-3 in Doetinchem. En Frank de Boer tevreden over een dubbele oefenzege. Het experiment met twee wedstrijden op één dag is geslaagd. Maandag vertrekt Ajax naar de Lutte voor trainingskamp. En die week wordt opnieuw afgesloten met twee oefenwedstrijden komende vrijdag tegen Osasuna en Werder Bremen.